Als we het even iets algemeen, jij zit er best wel veel featurings op met ja, toch ook wel bekende niet-rappers eigenlijk. Mm-hmm. Jeroen van den Boom, naar Marco, Telau. Is dat een bewuste keuze geweest voor jou, ook voor dit album? Nee, het is niet zo bewust geweest dat ik dacht van, nou, ik ga een plaat maken met 16 liedjes en dan moeten 5 van die zwaargewichten opstaan. Zo is het niet gegaan. Het is echt wel organisch gelopen. Kijk, die plaat met Borsato stond natuurlijk ook op zijn album. Dacht ik van ja, het is zo'n leuke plaat, laten we hem gewoon ook bij ons erop zetten. Gevraagd netjes, mag dat? Dat is ook nog maar de vraag, weet je wel. En dat mocht, dus dat was tof en dat hebben we gedaan. Nou, die track met T heb ik net uitgelegd hoe dat is ontstaan. Treintje? Met Treintje was van, we hadden de plaat en toen dachten we, ja, wie moet dat zingen, wie kan dat mooi? En toen heb ik natuurlijk Trein ook bij de opposites gehoord. En dat, toen wist ik ook van dat ze af en toe wel dat soort uitstapjes dat durfde te wagen. Mm-hmm. En Kees de Koning is goed met Treintje, dus die plaat kwam vrij snel bij haar terecht. En zij was ook zelf heel enthousiast en die belde ook terug van, tof, ik ga hem snel voor jullie opnemen, weet je wel. Dus dat was ook fijn. Nou, die track met Anita Meijer is eigenlijk ontstaan in De Beste Zangers van Nederland. Dat is ook geen studio-opname, dat is daar een one-taker geweest, zeg maar, die we in een down-uurtje daar hebben kunnen maken. Dus, en met Jeroen zat ik in de studio met Fluitsma en Fantijn, die hebben die plaat geproduceerd. En ik had hem eerst ook zelf geprobeerd te zingen, maar is wel oké, maar net niet goed genoeg. En toen dacht ik van, weet je, wie vindt het tof om zo'n soort track te doen, weet je wel. En toen zeiden we, ja, Jeroen. Toen kwamen we eigenlijk vrij snel bij Jeroen. En ik kende Jeroen ook al een beetje. En ik had ook wel eerder wat met hem gedaan, maar het was alleen maar live. We hadden nog nooit opgenomen samen. En toen dacht ik van, ja, misschien vindt hij het wel tof. Dus ik stuur Jeroen de track op mp3'tje, een mailtje. En hij was zelf op vakantie. Maar een half uur na die mail belt hij me terug en zegt, niemand anders meer die track sturen. Ik vind hem te gek, ik vind hem rocken, dit is helemaal mijn ding. Weet je? Dus ik kreeg van hem ook enthousiasme terug. Ik hou er niet van als dat soort dingen door andere mensen in elkaar worden gezet. Of, weet je? Nee, dan is het voor mij niet echt. Ik moet wel een soort van klik hebben. En dat was met alle mensen op een afzonderlijke manier was dat zo. Marco plaat is eigenlijk het raarst ontstaan. Op de meest vreemde manier. Want dat was het moment dat wij zingvormen, moesten violen bij worden opgenomen. Dat gebeurde in Volendam bij de studio Arnold Muren. Een grote geluidsstudio waar ook heel veel Volendamse acts hun ding doen. En er zaten 16 man met violen zaten daar. En dat was opgenomen. En de volgende dag kwam John Eubank daar, die alle stukken voor Borsato maakt. En om daar volgens mij ook met die strijkers aan de slag te gaan. En de engineer daar in de studio, Patrick Muren, heet die jongen. Die zei, nou, ze zitten er 's ochtends een kopje koffie. Die zei, nou, John, gisteren was Giorgio hier en die heeft dit opgenomen voor Frans. Hier, luister even, het stond nog open, weet je. Ja. Dus drukt op play. En Eubank, die hoort het, die zegt, wauw, te gek, weet je. Die hoorde die plaat en die werd heel enthousiast. Dus die ochtend belt John Eubank mij op zijn Frans. Ik heb nog één Borsato-stuk. Het is uptempo, er kan perfect een rap op, ik ga het je nu opsturen. Dus in dat geval kreeg ik het enthousiasme van hun. Ja, te gek. En ik kende John ook al een tijdje. We zijn een keer samen op reis geweest en ontzettend gelachen. Maar dat was ook alweer een jaar of 3, 4 geleden. En toen hebben we gezegd, ja, we gaan wel een keer wat doen. Maar het is nooit van gekomen. En dit was echt de kans, weet je wel. Ah. Vond ik zo tof, vond ik echt tof. Dus goed om dat te horen zo. Ja.